Dankzij het werk van vele onderzoekers is een deel van de mooiste en ook gevaarlijkste geheimen van het immense Amazonewoud onthuld. In dit gebied wonen enkele van de kleinere, maar ook grotere van de gevaarlijkste monsters in de wereld. Hier volgen 10 van de gevaarlijkste monsters uit de Amazone. 10. Bloedzuigerkoning. Een paar jaar geleden werd de koning onder de bloedzuigers in de Amazone ontdekt. Hij werd wel op een heel bizarre manier voor het eerst aangetroffen in de neus van een meisje uit Peru. Deze nieuwe soort bloedzuiger bleek relatief heel grote tanden te hebben. Zo groot had men ze nog nooit gezien in een bloedzuiger. Hij wordt daarom ook de T-Rex bloedzuiger genoemd naar de dinosaurus Tyrannosaurus Rex. Dit beestje met het monsterachtige gebit wordt ongeveer 4 tot 7 centimeter lang en heeft opmerkelijk genoeg hele kleine geslachtsorganen in tegenstelling tot de andere soorten bloedzuigers waarvan de geslachtsorganen een groot deel van hun lijf in beslag nemen. De grote tanden zouden daar een compensatie voor kunnen zijn, grapte men. De T-Rex bloedzuiger gebruikt zijn grote tanden om zich in de weefsels van de lichaamsopeningen zoals de ogen, anus en vagina's van zijn gastheer te zagen. Mensen kunnen last krijgen van de koning bloedzuiger tijdens het zwemmen in rivieren en meren en hoewel hun beet niet dodelijk is, kunnen ze weken in het lichaam blijven en in sommige gevallen verstikking veroorzaken. 9. Sidderaal. In het Amazonegebied woont de meest krachtige sidderaal in de wereld. Deze sidderaal, die eigenlijk meer vis dan aal is, kan elektrische schokken van wel 860 voltage voortbrengen. Hiermee heeft hij het record verbroken dat op 650 voltage stond. De ontdekking van deze sidderaal was het resultaat van DNA-onderzoek waarbij 2 nieuwe soorten werden gevonden. Volgens de onderzoekers vormen deze nieuwe bevindingen het bewijs van de ongelooflijke diversiteit van het Amazonegebied, waarvan een groot deel nog verborgen ligt. Eeuwenlang ging men ervan uit dat er slechts 1 soort sidderaal in het Amazonegebied voorkwam. Uit het DNA-onderzoek kwamen 3 soorten sidderalen naar boven, waaronder de meest krachtige, de Electrophorus voltaic, die met zijn 860 volt de sterkste bio-elektriciteitsgenerator is die we tot nu toe kennen. Hij komt voor in het Braziliaanse gedeelte van de Amazone en gesuggereerd wordt dat zijn hoge voltage een aanpassing kan zijn aan de hooglandwateren waar de geleidbaarheid minder is. 8. Zombiefungus. De zombiefungus die we in het zuidoosten van het Amazone-regenwoud in Brazilië tegenkomen is een schimmel die zijn gastheren, in dit geval timmermansmieren, tot zombies maakt voordat hij ze uiteindelijk doodmaakt. Op deze manier vernietigen ze hele mierenkoloniën in de Amazone. Wanneer de mieren de grond in het bos doorkruisen op weg naar hun hoger gelegen nesten, hecht deze dodelijke schimmel zich aan hen vast. De schimmel groeit dan in het lichaam van de mieren en neemt die totaal over terwijl er chemicaliën vrijkomen, waardoor het gedrag van de mier verandert. Ze worden zombies. Sommige van de zombiemieren zullen elders naar verse bladeren gaan zoeken en weer andere vallen uit de boomtoppen op de bladeren op de grond. In de laatste fase van hun dodelijk proces wordt de geïnfecteerde mier naar een blad geleid en worden hun onderkaken in een dodelijke greep rond de centrale ader vastgezet. Zodra de mier is gestorven, ontspruit de schimmel uit zijn kop en produceert een groep sporen die 's nachts op de bosbodem worden geworpen. Zelf kan de schimmel niet hogerop in de bomen groeien, maar dankzij de geïnfecteerde mieren die in de bomen klimmen, kan hij zich hogerop verspreiden. 7. Boomboa. De Amazone boomboa is, zoals de naam het al aangeeft, een slang die voorkomt in de bomen van het Amazone-regenwoud in landen zoals Colombia, Brazilië en Venezuela. Ze brengen het grootste gedeelte van hun leven in de bomen door, waar ze goed beschermd zijn tegen roofdieren in het dichte woud. Deze slanke slang is met zijn 1,5 tot 2 meter veel kleiner dan zijn op de grond levende soortgenoten. Zijn slanke lijf van tussen de 500 tot 800 gram is handig om zich snel en makkelijk tussen de taken te bewegen en zijn prooien, meestal vleermuizen en vogels, te kunnen vangen. De boomboa's worden gewoonlijk in 2 groepen ingedeeld. Eén met wat meer donkere kleuren en de andere waarin felgekleurde exemplaren worden gevonden. Verder komen op de huid gespikkelde gestreepte patronen en patroonloze soorten voor. Ze kunnen in verschillende leefgebieden voorkomen, maar het zijn absolute boomdieren. Hoewel hun voorkeur uitgaat naar vochtige woonplaatsen, komen ze ook in mindere mate in droge gebieden zoals savannes voor. Amazone boomboa's zijn niet geschikt als huisdier vanwege hun extreem verdedigende houding. 6. Ocelot. Nog zo'n boomliefhebber is de ocelot, een middelgrote katachtige die vanaf Midden-Amerika tot geheel Zuid-Amerika voorkomt. De naam is afkomstig van het Azteekse woord tlalocelot, wat veldtijger betekent. Hij wordt ook wel pardelkat genoemd en heeft opvallend lange poten en een lijf dat ongeveer 1,25 meter lang wordt en een staart van ongeveer 40 centimeter. Ocelotten wegen doorgaans rond de 16 kilogram en worden vaak met huiskatten vergeleken vanwege hun relatief kleine kop. Vanwege zijn fraaie vacht die tekeningen als van de jaguar en luipaard bevat, werd er in het verleden flink op hem gejaagd. Hij werd met uitsterven bedreigd, maar gelukkig heeft hij het overleefd en is tegenwoordig de meest voorkomende katachtige in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Hij wordt tot zelfs in Texas in de Verenigde Staten aangetroffen.
Er komen naast de gevlekte ook zwarte exemplaren voor. Het zijn solitair levende nachtdieren die het liefst in de boomtoppen relaxen. Ze zijn zeer territoriaal en er kunnen heftige gevechten uitbreken tussen rivaliserende ocelotten, soms zelfs met dodelijke afloop. Ze voeden zich met kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën, maar lusten ook wel vissen en krabben. 5. Zilver arowana. De zilveren arowana is een zoetwatervis die voorkomt in rustig stromend tot stilstaand water en moerasgebieden van het Amazone regenwoud. Andere namen voor de zilveren arowana zijn vorkbaardvis of beentongvis. Hij komt zowel alleen als in groepen voor en jaagt voornamelijk op insecten, garnalen en vis. Hij bevindt zich meestal dicht bij het wateroppervlak van waaruit hij soms opspringt om spinnen te vangen. Hij wordt daarom ook wel wateraap genoemd. De zilveren arowana wordt in het wild ruim 1,3 meter groot en in gevangenschap bereikt hij rond de 80 centimeter. Als men hem in een aquarium houdt, dan moet men er wel voor zorgen dat hij zeer ruim is. Verder zijn ze ook roofzuchtig, dus moet men rekening houden met de overige aquariumbewoners. Het wordt aangeraden om zilveren arowana's het liefst met grote vissen samen te houden die ongeveer dezelfde watersamenstelling nodig hebben. In een aquarium hoeft men echter geen nageslacht te verwachten, dat komt heel zelden voor. Zilveren arowana's zijn muilbroeders. Dat betekent dat de eitjes zich in de bek van de mannetjes ontwikkelen en pas als jonge vissen van ongeveer 10 centimeter worden losgelaten. 4. Zoetwater pijlstaartrog. Zoetwater of rivier pijlstaartroggen zijn de enige uit de familie van pijlstaartroggen die in zoetwater leven. We vinden ze in de tropische en subtropische gebieden in Zuid-Amerika. Zoetwater pijlstaartroggen variëren in lengte van 31 centimeter tot 2 meter en hebben een giftige staart. Ze leven in een uitgestrekt gebied in Zuid-Amerika in de rivieren die uitmonden in de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied. Maar de hoogste concentratie wordt aangetroffen in het Amazonegebied. Deze dieren hebben een cirkelvormig lichaam en zijn roofdieren die van een breed scala aan kleinere dieren leven zoals insecten, wormen en vissen. De vrouwtjes baren 1 tot 21 levende jongen na een periode van 3 tot 12 maanden. Zoetwater pijlstaartroggen zijn niet agressief van aard en zullen hun giftige pijlstaart alleen als zelfverdedigingswapen gebruiken. In de praktijk zijn het vaak zwemmers of duikers die per ongeluk op ze trappen of vissers die hen vangen en met hun zeer pijnlijke steek geconfronteerd worden. Als men nalaat om medische hulp in te roepen, kan het de dood tot gevolg hebben. 3. Zandvlieg. Avonturiers en anderen die zich in de tropische gebieden zoals het Amazonegebied begeven, moeten uitkijken voor de zandvlieg. De zandvlieg staat erom bekend dat de geïnfecteerde vrouwtjes de parasitaire ziekte Leishmaniasis kunnen overdragen. Het gaat hier om een vleesetende parasiet die huidletsels en zweren veroorzaakt, levenslange littekens achterlaat en zelfs invaliditeit tot gevolg kan hebben. Zandvliegen zijn piepkleine vliegen, 2 tot 3 mm, die van zonsondergang tot zonsopgang toeslaan. Ze zoomen niet en hun beet kan onopgemerkt blijven totdat de eerste symptomen opduiken. Zandvliegen vertonen veel overeenkomsten met muskieten zoals hun behoefte aan het bloed van mensen en zoogdieren om zich te kunnen voortplanten. Een groot verschil is dat zandvliegen geen stilstaand water nodig hebben om hun eitjes te leggen, maar overal waar er rottend organisch materiaal te vinden is. Leishmaniasis komt overal in de wereld in verschillende vormen voor. Om de zandvliegen te vermijden worden nachtelijke activiteiten afgeraden en insectenspray en slapen onder een speciaal muskietennet in een airconditionede kamer aanbevolen. 2. Bosmeester. De bosmeester is met zijn maximaal ruim 3,7 meter de op twee na langste giftige slang in de wereld. Hij behoort tot de familie van de adders en is familie van de ratelslangen, hoewel hij geen rateldoos aan de staart heeft. De meeste bosmeters zijn tussen de 2 en 3 meter lang en het lichaam heeft een lichtbruine kleur met ruitvormige bruine vlek op de rug. Er zijn ook andere kleurvariaties en de slang is ook wel te herkennen aan de zeer ruwe, wratachtige schubben. Hun kop is wat plat en eivormig en de staart heeft een verharde punt. Voor de mens kan een beet van de bosmeester zonder medische hulp in de meeste gevallen fataal aflopen. Als hij geïrriteerd is, waarschuwt hij de verstoorde van zijn rust door met de harde punt van zijn staart tegen de bodem te tikken, net als zijn neef de ratelslang. Ook zoogdieren overleven de beet van de bosmeester vaak niet. De bosmeester leeft doorgaans diep in het oerwoud van de Amazone, ver weg van de menselijke woongebieden en jaagt 's nachts op zijn prooi, voornamelijk knaagdieren. In tegenstelling tot de boomboa blijft hij liever op de grond. Voordat je verder gaat kun je nu abonneren op het Top 10 kanaal en het belletje klikken voor de nieuwste video's. En doe ook een duimpje omhoog als je het tot nu toe een interessante video vond. Ten slotte nummer 1. Reuze duizendpoot. In een groot deel van de Amazone tot in het Caribisch gebied vinden we de reuze of tijger duizendpoot. Deze duizendpoot heeft een afgeplat lichaam en kan een lengte van maximaal 35 centimeter bereiken. Voor zover bekend is het de grootste niet uitgestorven duizendpoot in de wereld. Hij leeft van grote geleedpotigen, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. De voorste poten, ook wel de maxillipeden genoemd, vormen scherpe krachtige klauwen en bevatten klieren met een krachtig gif. De reuze duizendpoot is een nachtdier en snel en lenig in het voortbewegen.
Zijn leefgebied bestaat uit subtropische en droge wouden. Hij heeft een groot aantal ademopeningen over zijn lijf, waardoor hij snel kan uitdrogen. Hierdoor verblijft hij het liefst op de natte bodem onder bladafval en stenen. Zijn gif gebruikt hij om zijn prooidieren uit te schakelen, waarna hij ze met zijn lijf omwikkelt totdat die is uitgeschakeld. Hij is een goede klimmer die ook in grotten op vleermuizen jaagt. Het is een agressieve duizendpoot wiens beet dodelijk kan zijn voor mensen, vooral kleine kinderen. Ben je geïnspireerd om een bezoek te brengen aan het Amazonegebied of is dat net iets te avontuurlijk voor jou? Laat het weten in de comments. Kom maar gerust morgen terug bij dit kanaal, want dan staat er een nieuwe video voor je klaar. Tot dan!